Kees, Dakar weer. Maar waarom in godsnaam in een truck? Ja, dat is wel een hele goede vraag. Ja, waarom ga ik nou in zo'n truck zitten? Ja. Ik vond die quote zo mooi. Ja. Maar ik had met mezelf een weddenschap afgesloten dat ik alle disciplines als eerste persoon wil uitrijden in Dakar. Ja. Dus daarom zit ik in een truck. Dus de motor heb je al gedaan? De motor heb ik gedaan, de auto heb ik gedaan met de buggy waar jij ook in rijdt. Ja. Vorig jaar de quad, ja. Maar Sepp en Moment nu meer rijden en dan dit jaar is de truck aan de beurt als laatste categorie. Dus de finish, dat is het enige waar het om draait. Het enige doel van mij is de finish. Roby, stel je eens voor aan het Nederlands publiek. Ik ben Robert van Pelt, 20 jaar, bedrijfseconomie student. Wat doe je hier dan in godsnaam? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af, maar nee, ik rijd heel mijn leven op de motor en ik vind het hartstikke leuk. En dit is het ultieme doel wat je kan stellen om, om eigenlijk het maximaal uit jezelf te halen. Kees, dit jaar natuurlijk in de truck met Jurgen en Gijs. Hoe is die rolverdeling eigenlijk? Ik heb de makkelijkste job. Ik rijd en ik zie alle gaten aankomen, dus ik stoot me niet zo hard. Ja. En Jurgen die zit altijd op verkeerde mensen een boek te lezen, dus dan hoor ik naast me. Dus Jurgen is de navigator. En Gijs zegt af en toe stop, hij wordt te heet. Of ik zeg tegen Gijs de banden moeten slappen en dan laat hij de banden slappen. Worden de banden altijd te heet dan? Nou, als je veel remt of als je de banden te zacht zet, dan worden de banden te warm, ja. Dus vaak moeten wij de spanning op snelle stukken een beetje naar boven brengen. Om te zorgen dat de banden niet te heet worden. Of ik moet bijvoorbeeld een half uur veel minder remmen. Verantwoordelijk voor alle techniek en alles. Al een heel jaar lang aan de gang. Wat hebben jullie dit jaar allemaal gedaan? Nou, we zijn ten eerste heel druk geweest met de buggy natuurlijk. Problemen van vorig jaar geprobeerd eruit te halen en... Eruit gehaald hoor. Eruit gehaald, ja zeker. Er waren heel veel opeenstapeling van kleine dingetjes en... elk jaar komt de buggy meer in competitie, dus de problemen gaan zich een klein beetje verleggen. Maar ik hoop dat we nu het punt hebben bereikt dat we geen problemen meer hebben. En geluk ook een beetje aan onze zijde is en dat jij hele mooie dingen gaat doen en laten zien met de buggy. Hey, vorig jaar was je jongste deelnemer, je eerste Dakar. Welke klasse rij je en wat is je doel? Malle moto en die wil ik winnen. En wat is malle moto? Dat is de kistenklasse zonder monteur, helemaal op jezelf aangewezen en dat is extra zwaar. Dus je doet alles zelf? Alles zelf.